dag. Welkom bij een speciale serie. We wij zijn al begonnen. Oké, okay. Goede zeilschoenen. Want we hadden gedacht dat het eigenlijk best wel hard zou afkoelen. We zijn een avond aan het varen door de Amsterdamse grachten. Wij zijn speciaal warm gekleed, maar dat valt eigenlijk heel erg mee. Het koelt eigenlijk nauwelijks. Die lampen geven een beetje warm. Misschien heeft iemand de kachel aangezet. Ja, de elektrische kachel. Want, dit is de Drift Away, de boot van Nieuwe Bosma. En inderdaad, alles is hier op zonne-energie. Dus het zou best kunnen. Het is eigenlijk al pas verwarming. Ja, hij heeft elektrische verwarming. Alles elektrisch. Vloerverwarming. Zal hij ongetwijfeld ook hebben. Dus dat is de boot waarop we zitten. Want we maken een serie uitzendingen met het thema energie. Eventjes vertellen dat we deze uitzending kunnen maken dankzij Videobricks, dat de studio hier in de boot heeft neergezet. En dankzij Triple IT dat de techniek verzorgt zodat we hoge bandbreedte alvarende kunnen hebben. Dus dank allen daarvoor. Emma Olderbijvank. Jij bent verantwoordelijk voor altijd mooi dit soort dingen. External Relations and Projects bij Waka Waka. Ja. Klinkt alsof het alles kan zijn, hè? Ja, dat kan van alles zijn, dus is het misschien die projecten. Ook... Wat er op mijn pad komt, dat pak ik aan. Ja. En als Waka Waka, we zijn hier eerder inderdaad ook geweest. Wanneer was dat? 2011? Het is allemaal tijd geleden, hoor. Ja, het was vlak voordat jullie met de Waka Waka kwamen, waar je ook je telefoon in kon stoppen. Ja, om op te laden. Hier in mijn hand, inderdaad. Toen zat dat er nog niet in. Inderdaad in 2013 hebben we dat gekwaad. Dus het zal net vooraf zijn geweest. Ik heb ze allebei. Nou, dan moet je misschien... Ja, laat het anders eventjes zien en vertel eventjes wat het is voor wie die uitzending. Dat zou kunnen dat voor wie niet gezien heeft. Want... We hebben inderdaad Maurits is hier toen geweest, Maurits Groen, een van de oprichters van Waka Waka. En die heeft toen de Waka Waka Light geïntroduceerd. Dus het lampje zonder de oplaadmogelijkheid, dus met zonnepaneeltje. En mensen vragen zich af waar zit dat paneeltje, maar dit is het paneeltje. Hele hoge efficiency heeft hij ook. Maar deze is gecrowdfund in 2013, als ik het goed heb. Een van de meest succesvolle. Toevallig ben ik met vandaag op een crowdfunding evenement geweest over de pioniers en hoe dat nu loopt. En als je daar de bedragen ziet, denk je zo. We zijn echt knap op weg geweest. En deze is nu op de markt inderdaad al een poosje. En het mooie is, gewoon, we hadden eerst de Waka Waka Light, alleen dus zonder oplaadmogelijkheid. Er is gewoon zoveel vraag naar in off-grid gebieden, dus in Afrika, Latijns-Amerika, Azië. Waar men wel een mobiele telefoon heeft, maar vaak 20 kilometer moet lopen om een mobiele telefoon op te laden. Te moeten betalen bij een dieselgenerator, wachten en weer teruglopen. En dan kan de dag beginnen. En dit... Maar is er vraag naar door de particulieren in dit soort landen? Of leveren jullie ook veel aan ontwikkelingsorganisaties? We hebben eigenlijk verschillende soorten. Ik moet het even duidelijk uitleggen. Want wat we doen is, we hebben ontwikkeld voor off-grid gebieden. Dus Afrika, Azië. Maar toen we het op de markt brachten, kwamen we erachter dat eigenlijk hier ook heel veel vraag naar dit soort producten is. Powerbanks, je bent in de trein onderweg en jullie telefoon, je batterij is leeg. Ik heb een strandhuis op Texel, daar heb ik geen stroom. Ja. Dus, we hadden net al over zeilen. Hij is perfect op de zeilbox, zelf ook. Dus dan is het ook ideaal. Dus we verkopen het hier in Europa en de Verenigde Staten. Maar eigenlijk willen we hem dus gewoon vooral in Afrika. En we hebben ook een Waka Waka Foundation ondertussen. Die zich echt richt op de allerarmsten, zodat zij ook een Waka Waka kunnen krijgen. Want dat is eigenlijk ook een model. Dat is inderdaad. Het is buy one, give one. Dus koop je er hier één, dan doneer je de automatisch één. Naar in gebieden met noodhulpsituaties. Dus dat kan Syrië zijn, de Filipijnen, Haiti. Op dit moment zijn we bezig met een Ebola-campagne. Dus we kregen een vraag van CART. Dat is een lokale organisatie in Liberia. En die zegt, wij hebben lampen nodig, want onze gezondheidswerkers die willen hun werk wel doen en die willen mensen met ebola behandelen, hoe moeilijk het ook is. Maar na 6 uur, het licht gaat uit. Het is gewoon echt pik en pik donker natuurlijk daar, na 6:30. Dus we hebben... Kun je iets vertellen, want Maurits was dus al een lange tijd geleden hier. Ja. Hoe is het sindsdien gegaan? Hoe succesvol is Waka Waka? Kijk, voor mij worden we nu aangehouden door een of andere politieboot, dat we niet met lampen... Oh ja? Ik kan even bijschijnen met de Waka Waka. Het kan ook zijn dat ik hem verblind. Gaat de boot weer weg? Ik hoorde dat... Ik hoorde Ime zeggen dat we in een uitzending zaten. Ja, dit is de waterpolitie. Ja.
Nou ja, goed, dan kan ik in ieder geval verder vertellen. Ja. We hadden het dus over de buy one, give one, de noodsituatie. We hebben ondertussen wel meer dan 50.000 van deze wakkawakka's in Syrië, Syrische vluchtelingenkampen verspreid. In Haiti 12.000 stuks, in de Filipijnen 9.000. Dat is echt noodhulp. Daar geven we het gratis weg. De distributiepartij die kan het weggeven, daar vraagt daar niks voor terug. Waar we nu ook mee bezig zijn, is echt het structureel opzetten. Want het is, voor 25 euro is voor de allerarmsten, dit is te duur. Hier zetten we hem nog iets hoger in de markt. In Rwanda zijn we nu net een pilot gestart. Dus net onze eerste expert is daar naartoe. En die gaat een nieuw systeem daar op de markt brengen met het prepaid system. Wat kunnen mensen daar doen? Voor ongeveer $7 kunnen ze de Wakka Wakka gebruiken. Maar dan doet hij het nog niet. Je moet hem activeren met behulp van een scratchcard. En dat is dus gewoon een papiertje met een code. Kras je open, pak je mobiele telefoon. Iedereen heeft daar een mobiele telefoon. Je toetst die code in. Je toetst je persoonlijke nummer van de Wakka Wakka in. Een speciale Wakka Wakka hebben we daarvoor ontwikkeld. En vervolgens heb je licht en elektriciteit een week lang. En dat kost ongeveer $75. En dat is natuurlijk wel betaalbaar voor hen. En normaal geven ze dat uit aan kerosine. En als ze de Wakka Wakka kunnen... Hoe werkt dat dan? Moet je je telefoon erin inbuggen? Nee, het is echt... Je hebt die scratchcard, je hebt je de code, je pakt je mobiele telefoon, dan typ je die code in van je kaartje en je typt de code van je persoonlijke Wakka Wakka in. Ja. En dan via de server activeert hij hem en wij kunnen dat ook heel goed bijhouden. Wie gebruikt hem nu? Kunnen we misschien wel korting geven? En uiteindelijk willen we natuurlijk naar dat we die scratchcards niet meer nodig hebben en dat je gewoon direct kunt activeren via de mobiele telefoon. En op die manier is het ook echt, is zonne-energie ook echt toegankelijk echt voor de allerarmsten. Ja, dit is een pilot, hè? Dat is eigenlijk voor die landen, al die landen gaan doen, maar... Kijk, noodhulp is natuurlijk goed. Syrië, ze hebben die producten echt nodig. Maar wil je het echt structureel oppakken en wil je mensen ook gewoon echt aan duurzame ontwikkeling bijdragen en ook aan educatie? Ik bedoel, kinderen kunnen veilig hun huis uitmaken. Daarvoor is een Wakka Wakka dan echt een changemaker, laat maar zeggen. En ook voor vrouwen is het vaak echt een goed ding. We hebben de Dogon-vrouw in Mali. Er zijn ondertussen heel wat Wakka Wakka's verspreid. Het is wel leuk om te vertellen dat zij de Wakka Wakka Light hebben, dus zonder de oplaadmogelijkheid. Want de Wakka Wakka Power die pikt de man toch maar in, want die heeft een mobiele telefoon. Oh ja? Ja, en die vrouwen die werken ook dag op het land om gewoon een voedsel te komen voor hun gezin en kunnen 's avonds gewoon echt... economische activiteiten nemen. En hun inkomen gaat echt significant omhoog. Ja, kun je dat, dat is mijn vraag inderdaad. Het streven is sowieso mooi en nodig, et cetera. Maar wat doen de mensen mee? Of doen jullie dat ook? Ja, zeker, zeker. Ja, we hebben de Comvrouw in Mali hebben net toevallig een rapportje ook van terug. Dat echt de vrouwen die zien het bij de buren van, oh, die heeft een Wakka Wakka, dat wil ik eigenlijk ook wel. En onze lokale NGO die is daar net weer terug met een nieuwe lading Wakka Wakka's. En zij kon de prijs dus gewoon verdubbelen van de Wakka Wakka's. Want die vrouwen die zien dat gewoon. Die denken, wij willen ook ondernemen. Wij willen ook wat een extra accentje verdienen. En wat er gewoon echt nodig is daar. Dus dat, ja, we merken echt het verschil. Maar hetzelfde voor de Mantesepu school in Kenia. Waar de kinderen dus met een Wakka Wakka een huiswerk wel kunnen maken. Is echt in de hele regio gewoon de beste basisschool. En als je nagaat wat voor een verandering dat kan bewerkstelligen gewoon op één generatie in Afrika, dat die kinderen wel educatie kunnen krijgen, dan kan het echt een groot verschil uitmaken. Ja. Hey, hebben jullie een andere technische ding op stapel? Want de wereld, onlangs zei iemand tegen mij, ik ben er heel blij mee. En zei iemand anders, ja, maar weet je, die capaciteit van wat daar, dat is eigenlijk helemaal niet zo. Nee, nou ja, dit is inderdaad 2200 mAh. Is die, we brengen binnenkort wel een nieuw product uit. Dat is een solar home system. Die zie je ook al veel op de Afrikaanse markt en in off-grid gebieden. Maar willen we die ook graag hier? Denken we ook dat die op de outdoor markt bijvoorbeeld in Amerika goed gaat werken. Die willen ook weer met crowdfunding, wat we eerder hebben gedaan, neerzetten. Dat we ook weer een give one naar een ander project kunnen doen. En die heeft veel meer capaciteit. Die heeft 4 USB-poorten. Die heeft ook 4 kleine lampjes erbij zitten die eigenlijk los van het product zijn. En een groot zonnepaneel, echt 2 à 4 bijna. Dus, ja. Ja, als je jullie op de site kijkt, dan staat er één ding is goed doen. Maar wij geloven dat dat het beste kan. Dan kom, als je het ook zakelijk aanpakt, doet, hè, die combinatie van die twee dingen. Hoe,
Hoe gaat dat samen? Als ik jou hoor praten, jij geeft alle voorbeelden natuurlijk van ja. de goeddoen voorbeelden. Ja, ja zeker. Ja. Nou, we verkopen ze dus hier ook gewoon. Inderdaad, gewoon we hebben op onze webshop, inderdaad gewoon op wakkawakka.com. Kun je ze kopen, maar dus beduidend een hogere prijs dan voor de mensen die hem echt nodig hebben. Voor NGO's in noodhulp situaties. Hier bijvoorbeeld kost hij €69. En dat is dus best wel wat hoger, maar mensen kunnen het hier betalen. En mensen zijn er ook blij mee dat ze ook gewoon iets goed kunnen doen en eentje inderdaad weg kunnen geven. Ja, zijn jullie ook echt een non-profit? We zijn dan impact driven, maar we hebben natuurlijk wel een beetje winst nodig om bijvoorbeeld extra producten te ontwikkelen. Ja, maar dan heb je het over wat investeerders. Maar je hebt geen winst over. Nee, we zijn gewoon een BV natuurlijk. Oké, geen stichting of een vereniging. Dus, nou, we hebben inderdaad... Want ik ben altijd nogal wantrouwig tegen Maar dat is ook goed. Het is ook belangrijk om daar gewoon kritisch op te zijn. Dat is wel leuk. Wie hebben de aandelen? We worden een B Corp en toevallig is afgelopen vrijdag een beetje bij de eerste launch van de B Corp in Nederland. Een B Corp is een soort keurmerk voor inderdaad social enterprises, want je merkt inderdaad dat er zijn heel wat mensen die goed willen doen, wat dingen oprichten. Maar hoe weet je nou dat het echt goed is ook? Nou, B Corp is dus in Amerika een gevestigde naam eigenlijk. Die heeft een soort certificaat, komt daarvoor en je moet enorm veel vragen voor door of je inderdaad wel echt... Nou ja, een goed bedrijf bent, inderdaad streef je wel echt die doelen naar. Hoe zit het precies met je organisatiestructuur? En wat wij op dit moment hebben is een BV en een NGO, dus de Wakka Wakka Foundation. Ja. En met die Wakka Wakka Foundation hebben we dus ook die noodhulpprogramma's. Ja, dan maar de foundation is een stichting in Nederland. Ja. 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 Die hebben we aandelen dan van jullie BV. En waar gaat de winst straks heen? Wie bouwt de waarde op? Nu ben ik niet van de, zoals je maar ziet, ben ik nog jong. Maar ik ben de beide oprichters, Camille en Maurits, die hebben inderdaad aandelen. Okay. En dat is ook belangrijk, dat we niet gestuurd worden door de aandeelhouders die zeggen, ik moet die kant op of die kant op. Nou, dan kunnen we het wel waarborgen dat we ook echt kunnen staan voor die 1,2 miljard mensen die wij inderdaad willen voorzien van licht en elektriciteit. Dus, maar op dit moment is die Wakka Wakka Foundation ook belangrijk voor ons. Daarmee kunnen we ook microfinancieringsprogramma's ondersteunen in Indonesië. Weet je, op die manier kunnen we wel ervoor zorgen dat je ook echt die base of the pyramid hebt. Maar dat we ook hier in Europa en in de VS kunnen verkopen. Dus, hoeveel mensen doen je dat? Hoeveel mensen werken er bij Wakka Wakka? Ja, die vraag wordt vaak gesteld. En dan heb je vast een goed antwoord op. Ja, nou, dat is elke dag weer anders. Maar ik denk dat we tussen de 15 en de 20 mensen zitten. Ja, ons hoofdkantoor zit in Haarlem, maar we hebben dus de foundation hier in Amsterdam. En wat mensen in de VS. En, Blijf je vol? Ik hoop het ook. Ja, er komt dus weer een nieuw product vooral aan. Vooral dat home system lijkt mij interessant. Ja, ja, en we hebben natuurlijk die ebola-campagne. We hebben nu dus dat we Liberia nu net van, daar gaan we 5000 units naartoe sturen. Maar ook Sierra Leone krijgen we aanvragen van GIZ. Dus dat is de Duitse ontwikkelingssamenwerking. Bedankt. Okay, ja, heel erg bedankt. En de volgende, ik heb nu twee gele, dan neem ik ook een andere kleur. Ja, de zwart is ook wel leuk. Hij komt nu ook in het wit uit. Okay. Dus dat is ook, die ziet er ook wel chic uit eigenlijk. Ja. Okay, super. Heel erg bedankt. Kijk jullie live, blijf kijken, want we gaan zo direct, staan al een aantal mensen klaar om de boot zo direct op te komen. We gaan een nieuwe lading gasten, we hebben die weer naar het ik weet niet waar hij is. Zo direct krijgen we weer nieuwe gasten. Jij heel erg bedankt. Kijk je live, dan weet je dat dus. Kijk je on demand, dan weet je dat we vanavond 6 interviews doen die allemaal on demand later via het YouTube kanaal en de site te zien zijn. Bedanken. Driftaway van Ima Bosma, Triple IT voor de verbinding, Streamzilla, de streaming specialist uit Groningen en Videobricks van Peter Hazenberg, die zijn studio hier op deze boot wist te krijgen. Dankjewel, tot zo. Dag.